In de Oertocht volgen we de veertjensten van het Ameland en Schiermonnikoog. En van de morgen geven mij mijn kapitein Stefan Teuben Dokkum. Hij is er heel betiet bij, want hij zal het schip opstarten. En waar gaat er op Sneuntemor mij de eerste boord naar Schiermonnikoog? Ja, mijn vrouw die was gisteren al gegaan en ik redde dat niet vanwege mijn werk. En dat zegt mijn kleinzoon ook altijd. Oma, ik ben er helemaal klaar voor. Zo. Nou, maar vandaag fantastisch weer. Ik sta normaal staan 4:15 sta ik op. En dan 5 uur in de auto. En dan begin ik om 5:30. 5:05. Carpe diem. De eerste klant stiert ik al kleren blauwe zeeg. Dat zijn de boeren, hè? De boeren die hebben voer nodig. We hebben deze tijd een hele hoop. Ze zeggen de ganzen vreten alles op. Oh ja? Ja. En dan hebben ze ook nog land aan de wal en dan, ja. En daar hebben we weer op te vangen. Het is nog geen heeg seizoen, dus daarom doet kapitein Teuben er van de morgen de kaartverkeep bij. Het is wel een heel mooie zonsopkomst, hè? Ik denk de mensen zouden er al iets van hebben. Nou, dat is wel fantastisch, 's ochtends veel. Ja. Dit schip dat leert nou in de touwen. Die moeten we straks even onder de autobrug varen. Dus Alfred, de stuurman. Goedemorgen. Voor de nacht leidt het schip nog in de touwen en die touwen moet eerst los, zodat kapitein Teuben het schip goed voor de autobrug onlissen kan. Ek vult de kapitein een logboek in met de exacte omschrijving wat er precies aan boord is deze reis. Dus ook voor mocht er wat misgaan, dan weten we precies wat er aan boord is. Of, U weet nu al hoeveel passagiers er aan boord zitten dan? Nee, dat vul ik straks in, maar ik vul nou eerst de bemanninglijst in. Nou, dan moeten we even wachten tot de machinist de motoren aan heeft. Oh, die heeft hij nog niet aan? Nee, die is niet bezig. Ik denk hier op de computer kan ik dat zien. Hij is al aan het opstarten. Ja, heb ik aan het voor en dan voor en bij de boegschroeven en dan loopt hij naar achter. Kapitein Teuben is een Amelander en is de benne. Maar van zijn werk wen het er nou op een vaste wal. Op een eiland wen je is mooi, maar er zijn ook praktische bezwieren. Je moet s'avonds altijd met die boot mee terug. Ja. En dat heb ik nu niet meer. Nee. Als ik ergens heen wil zouden, dan kan ik daar gewoon heen. En dat is als je op het eiland wil, ja, we hebben nu die watertaxis, maar voorheen hadden we dit niet. Dan moest je gewoon zorgen dat je in een hotel overnachtte. Ja. Motoren staan bij Alfred. Jo, achteruit. Achteruit, niet. Ja, dan kan hij hem achter losmaken. Er staat iemand helemaal achter op een boot. Ja. Die staat daar, bij die paal. Kijk, daar zit hij vast aan een tros. Jo, achter los. Jo, vast. Alles lijkt nou klaar en de ploeg neemt nog even een bakje koffie. De stuurman stelt voor nog even een moment van stilte te houden vanwege de camera. Voorgaan in gebed. Ja, dat zal ook wat zijn. Ja, dat moet net bij mij wezen. Ja. Ja, no sign, no sign. Jongen, we vertrekken. En dan wij al die een kruis langs. Ja, dat moest maar doen hier. Gelukkig gaan ze wel een beetje humor in deze ploeg. Maar de plicht ropt en de kaart verkeert met de jippen. Morgen. Hè? Dat ligt er wel af, hè? Ik doe met aan de voice. Oh. Zeg het eens. Geef mij even opboeken naar 10:30. 10:30? Ja. Ik kan nog niet hoor, maar er staan Daily, Melkweg en Visser. Ik moet 12 uur in Dracht wezen. Oké. Okay. Geef ze toch even een deur aan Alfred? Ja, ik geef wel een deur aan Alfred. Dan komt het wel goed. Alsjeblieft. Ja, dank u. Om 6 uur zit ik in de kaartverkoop. En dan straks om 8:30 weer even. Behalve in het hoogseizoen, dan binnen de kaartverkopers. En dan zitten wij gewoon alleen aan boord. Dan doen we de telling ook nog handmatig erbij. Als we met 2 schepen varen, dan de meeste staan wel op de computer. Alleen dan is het over 2 schepen verdeeld. Dus dan, je wil wel weten wat je exact aan boord hebt. Waarom bent u hier op dit tijdstip? Ja, mijn vrouw die was gisteren al gegaan en ik redde dat niet vanwege mijn werk. Dus ik dacht, dan pak ik gewoon de eerste boot. Dan ben ik bij het ontbijt bij de familie en dat is past goed. Het plan is eigenlijk een week lang geen plan. Dat is heerlijk relaxed, ja. Ja. Dat is wel eens anders dan we normaal doen. Oké, maar dat gaat wel lukken dus ontspannen? Of, is dat... Ja, dat gaat zeker lukken. Ja, als je op Schier bent, dan ben je al gelijk ontspannen. Ja, dat gaat zeker lukken. Ja, ja, ja. Stiekem wel de computer meegenomen en iedereen die heeft met zo'n ding heeft die altijd zijn werk bij zich. Maar de kunst is natuurlijk om die af en toe uit te zetten en niet te kijken. Nee, inderdaad. Ja. Ja. Nou, u heeft ook nog wat cadeaus mee, zie ik wel. Ja, mijn zoon is jarig vrijdag, dus die moesten we even meenemen. Ja. Okay. Anders krijg ik oorlog als er geen cadeau is. Ja. Oh, is dat zo? Ja, zeker. Ja, 7 jaar, dus dan wil je een cadeautje hebben op je verjaardag. Ja, goed. En wat is het cadeau geworden? Cadeau is geworden een auto die hij op afstand kan laten rijden. Ah, dat is mooi. Ja, dat vinden de jongens mooi, ja. Ja, ja precies. Ja. Oké. Okay. Kijk, heel goed. Goed zo. Maar je bent op de fiets? Ja, maar we hebben de auto hier geparkeerd. Ah, dus fietsen mee en... Zo is dat. Kijk, nou. En dan kunnen we direct vanaf de boot naar het huisje. En dan zijn we direct op tijd bij de kinderen. Ja. En de kinderen zijn vroeg wakker, dus daar genieten we van. Je zit al helemaal klaar. Wij zijn er helemaal klaar voor. Ja, nou, leuk. Ja, en dat zegt mijn kleinzoon ook altijd. Oma, ik ben er helemaal klaar voor. Heel goed. Maar hij zit waarschijnlijk nu ook al klaar voor u, denk ik, hè? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat ze wel vroeg wakker zijn, want ze weten dat opa en oma komen. Oh ja. Dus... Heeft u nog iets leuks meegenomen? Ik heb een heerlijk bakje tiktakjes meegenomen. Ah. Dat vinden ze heerlijk. Oké. Okay. Daar zitten ze echt lekker van te smullen. Jo, deur dicht. En los. Schiermonnikoog, goedemorgen. De Rotterdam is zojuist vertrokken. En Schiermonnikoog over. Goedemorgen. We gaan straks eerst even los op Schiermonnikoog, een beetje laden, varen we terug en dan een uurtje kaartverkoop. Er zullen wel wat jeugd komen, wat groepjes denk ik. Staan er wat groepjes op papieren? Alfred? 200 man in groepjes. Dan gaan we 1 keer heen en weer en dan nog een keer in de kaartverkoop en dan het goede dan keren we dan om halfweg naar huis. Ja. Dan hebben we een vrije middag. Ja. komende waarsje in de Oertocht matten de 80 oldtimers naar het Ameland. En dat er in het net hierondal zat het mat. Attentie alstublieft, we hebben een defect aan de autobrug. Alle machines van voor 1940 doch het, maar de nieuwe autobruggen van Rijkswaterstaat net. Moment geduld, AUB.